Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van dinsdag 1 oktober met daarin onder andere: het aardvarken beklimmen is gevaarlijk, de limiet van de koopzondagen blijft en de motie behoud Rijnhal is verworpen. Per 1 oktober 2013 steunt Mediamarkt Arnhem het Rijnstaten Vriendenfonds voor kinderobesitasprojecten van Rijnstaten. Mediamarkt Arnhem helpt deze projecten te financieren door 10 cent per plastic tasje te vragen. 8 cent hiervan gaat volledig naar het Rijnstaten Vriendenfonds. Overgewicht is een groot probleem bij kinderen. We zien daar dagelijks de ernstige gevolgen van. En het is in de praktijk heel makkelijk om te zeggen, nou, ga gezond leven en ga meer bewegen en ga eens gezond eten. Maar voor een kind en zijn omgeving is dat niet zo heel erg eenvoudig. Dus we hebben bedacht, nou, daar moeten we een app voor maken, een kinderobesitas app, die heel erg aantrekkelijk is voor de kinderen en die het spelenderwijs mogelijk maakt om die kinderen aan te zetten tot een gezond leefpatroon. Daar moeten elementen in zitten van bewegen, leuk bewegen, en er moeten elementen in zitten van gezond eten. Nou, wat we hebben bedacht is, dat is makkelijk in de theorie, maar in de praktijk is dat niet zo heel eenvoudig. Dus kunnen we daar een soort game van maken om het heel aantrekkelijk te maken voor die kinderen. Dus daar moet een functie in zitten van GPS, het leuk maakt met vriendjes van hoeveel heb jij gelopen. Daar moet een functie in zitten als ik het even moeilijk heb en ik heb zin om te snaaien, dan kan ik een vriendje bellen. Of soms kan ik mijn coach bellen, hoe moet ik het nou aanpakken? Nou, en dat alles rondom een soort spel, waardoor ze het wel blijven gebruiken. Maar in wat voor een spel mag ik dan denken? Een racespel? Een bordspel? Nou, het is denk ik, het moet echt, en daar kan ik niet heel veel over zeggen, want dat is nog een klein beetje geheim, maar het moet echt iets zijn wat in de huidige tijd heel aantrekkelijk is. Waarbij wij natuurlijk als achtergrond een spiegel willen voorhouden. En voor het kind het dusdanig is dat hij dagelijks gaat spelen. Dus het moet iets heel aantrekkelijks zijn. Maar hoe groot is het probleem hier in de regio, het obesitasprobleem bij kinderen? Het is echt een heel erg groot probleem. Kijk om je heen, hier in de winkel als er aan mensen aan het shoppen zijn, in het ziekenhuis, in het zwembad. 15% van de kinderen heeft overgewicht en 5% heeft zeer ernstig overgewicht. Als je het hebt over de regio Arnhem zijn dat honderden kinderen. En die kinderen komen bij u dan in het ziekenhuis terecht, in de Rijnstaten. Wat leren ze daar zo wel? Wat wordt er gedaan om ze weer in slank postuur te krijgen? Nou, het lastige is dat ze bij mij komen als er al complicaties zijn. Dus hoge bloeddruk, suikerziekte. Dus wij zijn vaak heel erg druk om dat te behandelen, terwijl je eigenlijk veel eerder in het probleem wat wil gaan doen. Je wil wat aan preventie, je wilt voorkomen. Dus op het moment dat ze bij mij komen is eigenlijk al veel te laat en moeten wij alle zeilen bijzetten om daar wat aan te doen. Dus voor ons is het vaak behandelen al van complicaties. En intussen wel zo maximaal mogelijk zeggen, nou, ga naar een sportschool, ga naar een fysiotherapeut, ga naar een diëtiste. Maar het is al te laat. Maar ligt dat tegenwoordig aan de maatschappij dan meer of is het toch echt de ouders? Ik denk beide. Het is een maatschappij. Kijk, hoe gaan kinderen naar school? Vroeger op de fiets wandelen. Nu worden ze met de auto gebracht of met de bus. Kijk, alle winkels. Het staat voor het grijpen. Ga in een bus zitten. Daar staat een snickerautomaat. Het is een maatschappelijk probleem waar we iets aan moeten doen. En natuurlijk moet je die ouders daarin meenemen. Wat kan de Mediamarkt hierin meedragen? Nou, wij hebben dat idee van die app hebben we bedacht. En dat willen we tot ontwikkeling brengen. Maar dat valt niet onder reguliere zorg. Dus wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dus wij moeten sponsoren zoeken om niet alleen die app te ontwikkelen. Want dat moet goede kwaliteit zijn. En kinderen moeten het lang gaan gebruiken. Dus wij zoeken sponsoren. En de Mediamarkt heeft samen met ons Vriendenfonds bedacht, nou, elk tasje, we hebben het net gehoord, van de 10 cent gaat 8 cent naar het Vriendenfonds. En die gaat ons sponsoren om deze app te ontwikkelen en daadwerkelijk in te zetten. Hoe is deze actie tot stand gekomen? Nou, de Rijnstaat heeft ons benaderd of wij geen sponsors zouden kunnen worden voor hun Vriendenfonds. Ter ondersteuning van de kinderen met overgewicht. Toen hebben wij gedacht, hoe kunnen we dat combineren? We gaan gewoon tasjes verkopen voor een dubbeltje per stuk. Er komen zoveel mensen over de vloer. Hier per week ongeveer 20.000, 25.000 mensen. Daarvan gaat uiteindelijk 8 cent naar het Vriendenfonds, 2 cent naar de belasting. Wat hoopt de Mediamarkt uiteindelijk te kunnen bereiken voor dit project? Nou, dat wij een leuke sponsor kunnen zijn voor het Rijnstaten Vriendenfonds. En dat we die kinderen uiteindelijk kunnen helpen om een gezonde toekomst tegemoet te gaan. Staat hier dan gezondheid ook erg hoog in het vaandel? Ja, we zijn als ook loopfanatieken, zeg maar, een clubje begonnen, waaronder mezelf en de directeur.
En die club wordt eigenlijk steeds groter bij elk evenement. Dus vandaar ook een leuke combinatie, denk ik. Die kinderen moeten bewegen, dat doen wij ook. Het Blockbusterfonds wil 160.000 euro terugvorderen van de Arnhemse Modebiennale. Ze zijn geschrokken van het Arnhemse modefiasco. Het fonds investeerde in totaal 372.000 euro in MOBA 13. Liedewij Edelkoort organiseerde dit jaar het mode-evenement dat door tegenvallende bezoekersaantallen een verlies leed. Gevolg is dat de zesde editie van 2015 komt te vervallen. Het college van burgemeester en wethouders wijzigt het aantal koopzondagen niet. Het aantal van 21 koopzondagen blijft gehandhaafd. Later dit jaar wordt duidelijk of Arnhem moet uitbreiden. De Mediamarkt besloot elke zondag geopend te zijn, maar heeft van de gemeente te verstaan gekregen zich te houden aan de toegestane hoeveelheid koopzondagen. De ondernemersvereniging CCA wil de koopzondagen vrijgeven. En de winkeliers moeten zelf bepalen of ze geopend zijn. De kleine zelfstandige winkelier moet zich opofferen. D66 en VVD hebben de raadsleden geprobeerd tot vrijstelling te bewegen, maar dit is niet gelukt. Beide partijen zijn bang dat de ondernemers de stad worden uitgejaagd. Het feest aardvarken tegenover Rosette aan de Korte Straat is erg gevaarlijk. Dit is de mening van raadslid Bert Geuts. Hij wil dat de gemeente ervoor zorgt dat het kunstwerk veilig wordt als speeltoestel voor kinderen. Om erger te voorkomen ligt er nu wel zand rondom het kunstwerk. De Arnhemse gemeenteraad heeft gisteravond de motie verworpen van Zuid-Centraal om de Rijnhal ongeschikt te laten verklaren als locatie voor een grote sportwinkel. Dus mag de Franse sport- en kampeerwinkel Decathlon haar intrek nemen in de Rijnhal. Zuid-Centraal is enorm teleurgesteld over deze ontwikkeling. De Rijnhal trekt jaarlijks 150.000 bezoekers. En dan nog het weer. Vandaag was een mooie nazomerse dag van ongeveer overdag 17 graden. En vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 4 graden. Morgen eenzelfde mooie dag met een maximum van rond de 16 graden. En in de nacht koelt het weer af naar 4 graden. En dit was het RTV Arnhem nieuws en graag tot morgen.